Those heroes that must be protected, be defended and taken care of by volunteers and civil servants, by politicians and everyone. In Shelter City Nijmegen, de pilotfase werd gewoon succesvol afgerond, geëvolueerd. En toen heeft de gemeenteraad besloten om Nijmegen structureel Shelter City te laten zijn. En Kader heeft stappen gezet naar het prachtige bureau wat er nu is. Hij heeft zich ontwikkeld tot een beroemde Nijmegenaar. Maar onze steun blijft hij altijd houden. En kijk, wij zijn als bureau Weiland verbinder. Wij willen gewoon verbindingen creëren tussen mensen, organisaties, overheden, maar ook internationaal. Want we moeten gewoon tegenwoordig mondiaal denken en lokaal handelen. En Shelter City is daarvoor een fantastisch instrument. Bij bureau Weiland coördineren Shelter City Nijmegen. En dat houdt in dat wij het programma voor de gast samenstellen. Met de gast afspreken met welke organisaties of personen die afspraken zou willen en dat proberen te regelen. Ook zorgen dat de gast voldoende rust krijgt. Dat is iets wat de gasten vaak zelf nogal vergeten. En dat gaat dan tot het faciliteren van afspraken met organisaties, tot het inplannen van leuke uitjes, tot het gewoon over hebben wat wil je nog meer, wat mis je in Nijmegen, wat zou je minder willen doen. Shelter City Nijmegen heeft een projectteam wat bestaat uit allemaal vrijwilligers. Vrijwilligers van Amnesty International, van de Radboud Universiteit, ook gewone vrijwilligers die er vanuit een vrijwillige functie zitten. Zij ondernemen allemaal dingen met de gasten. Mijn vrouw Maria en ik kregen vanzelf, daar is niet eens over gepraat volgens mij, een bijzondere rol als vrijwilligers in het team. En dat was de eerste opvang en begeleiding, zeg maar, de eerste week, de eerste 10 dagen van nieuwe gasten. Als de gasten aankomen op Schiphol, dan gaan we die ophalen met z'n drieën meestal, Kader, de stagiair en ik. En het is altijd toch wel spannend. We hebben van tevoren al een keer met de gast geskyped. Je kennis maken en een beetje vragen. Bijvoorbeeld hou je van fietsen, dan regelen we een fiets, dat soort dingen. Maar ja, dan sta je daar toch te wachten en dan is het toch spannend. Dan drinken we even een kopje koffie of thee. En Kader maakt dan altijd alvast heel veel grappen om een beetje het ijs te breken en de gast op zijn gemak te laten voelen. Nou, dan rijden we naar Nijmegen en dan vertelt Kader ondertussen ook van alles over het landschap. Vaak over echt van die Hollandse dingen. Voorheen hadden wij heel veel problemen met de huisvesting. En gelukkig, dat is ook Nijmeegse solidariteit, dat er heel veel organisaties en heel veel mensen ons daarin steunden. We hebben nu sinds een half jaar samenwerking met SSHN Nijmegen. En zij hosten de gast. Ze hebben een guesthouse op de universiteit waar allemaal experts wonen. En daar is ook een appartement voor onze gast, dus dat is echt super fijn. Helemaal gemeubileerd en daar gaan we met de gast heen. Een heel mooi uitzicht over het park hebben we. En dan laten we even alles zien. Dus iedere keer ook weer een beetje kijken wat moeten we allemaal uitleggen. Toen we de gast uit Venezuela hadden, hoefden we niet uit te leggen hoe een wasmachine werkte. Maar bij de gast uit Oeganda wel. Vaak hebben we die avond of de avond daarna, ligt een beetje aan de aankomsttijd, hebben we een welkomstdiner met het hele projectteam van Shelter City. Ook om de gast een beetje op zijn gemak te laten voelen en iedereen vast een beetje te laten leren kennen. En deze mensen kun je allemaal berichten als je, als er iets is, als je iets wil doen, wat dan ook. Ja, die eerste dagen als ze voor het eerst hier komen, dan is het altijd een beetje aftasten. Ze komen hier. Ik vind het belangrijk dat ze zich vertrouwd voelen en veilig voelen. Geen verplichtingen hebben, dat ze niks hoeven wat ze niet willen. En dan komt er een band en dat is altijd heel waardevol. Wat ik eigenlijk met alle mensen doe, is eerst een grote wandeling door de stad maken. Dan zeg ik, kijk, in die toko kun je ontzettend lekkere dingen kopen die je in die supermarkt niet kan kopen.
We gaan naar de HEMA, we gaan naar goedkope kledingwinkels. Kijk, de praktische zaken zijn van dingen die ze soms nodig hebben in huis. Tot van hoe het gaat met het fietsen, met de buskaart. Maar dat doet Bureau Weiland ook. Mijn rol als stagiaire is dat ik de mentor ben van de Shelter City gast. En op dit moment is dat William uit Oeganda. En ja, ik mag dus met hem mee naar afspraken en praktische dingen eigenlijk voor hem regelen, zoals hoe moet je een OV-kaart opwaarderen en pinnen in de supermarkt. Ja, hele simpele vragen. Dan merk je dat ze toch heel snel oppikken en zelf gaan rondlopen, rondfietsen en ja, de omgeving van Nijmegen gaan ontdekken, zeg maar. Wat ik een beetje doe is eigenlijk kijken of ik linken kan leggen tussen de universiteit, verschillende faculteiten en de Shelter City gast die er op dat moment is. En dat doen we heel erg samen met de mentor en met de coördinator, omdat die ook weer andere ingangen hebben. Op de universiteit. Shelter City is natuurlijk gewoon iets heel een mooi initiatief waar de universiteit ook een rol in kan spelen en waar academici ook als onderdeel van de maatschappij een rol bij spelen. Er zijn verschillende gasten geweest die ook bij conflict studies bijvoorbeeld gesproken hebben, colleges hebben gevolgd. Er zijn mensen die op de rechtenfaculteit bij Centrum voor Migratierecht besprekingen hebben gehad of met verschillende collega's hebben gepraat over hun eigen projecten en hoe ze daarmee verder kunnen gaan als ze teruggaan naar hun land. Daar zijn wat meer mogelijkheden ook voor die gast om interessante seminars te volgen of wat te komen vertellen. Er was ook één gast die heel erg met digitale veiligheid bezig was. En dan was het heel mooi dat daar ook natuurlijk mensen mee bezig zijn op de universiteit en daar contacten mee gelegd konden worden. Iedere gast die krijgt een medisch intake met Vivi Groenendijk. Dat is een gepensioneerde huisarts. Dat doen we altijd in de eerste paar dagen ook. En dat doen we eigenlijk omdat ja, als er iets is, medisch of psychisch, dat we dat meteen vanaf het begin kunnen aanpakken. Ja, de een heeft lichamelijke problemen zoals ieder mens kan hebben. Maar er zijn ook wel typisch Afrikaanse problemen die hier boven water kwamen. AIDS. En dan moet je wel goed kijken wat voor medicijnen er zijn. Maar het psychische stukje, ja, ze doen werk waar trauma's bij komen. Mensen die opgepakt zijn en mensen die gemarteld zijn ook. Ja, de een kan het denk ik beter hebben dan de andere, maar ik denk wel dat als je het bij herhaling meemaakt, dat het echt wel een grote impact heeft. En als er psychische problemen zijn, dan proberen we iemand te vinden die kortdurend met ze aan de slag kan. Maar het kan natuurlijk nooit een lange therapie zijn en dat is vaak wel nodig. Van Amnesty hebben we Harry en Helene in het projectteam zitten. En die organiseren verschillende dingen waar de gast bij wordt uitgenodigd. Amnesty Nijmegen is heel erg direct betrokken bij de mensenrechtenverdedigers. Er wordt lesmateriaal ontwikkeld en dan gaan ze naar scholen. Onder andere naar de internationale school in Culemborg. En meestal is het ook zo dat de mensenrechtenverdediger ook, of eigenlijk altijd, zijn of haar verhaal kan doen. En dat komt bij kinderen. Ja, toch wel behoorlijk binnen. En ze zijn ook zeer geïnteresseerd. Het zijn ontzettende goede en positieve dingen, vind ik. We organiseren ook leuke dingen met de mensenrechtenverdediger. Bijvoorbeeld een gezellige avond met alle mensen die lokaal hier actief zijn. En verder gaan kijken of we nog met hem naar Amsterdam kunnen. Want dat is natuurlijk geweldig als je naar het hoofdkantoor kunt van de grootste mensenrechtenorganisatie van de wereld. Wat ik tot nu toe meegemaakt heb, vinden ze dat heel erg fijn en steunt hun dat ook enorm, dat ze van daaruit aandacht krijgen. Een vast ritueel waarbij de Shelter City gast iedere keer een lunchlezing bij ons verzorgde. En dat we dan in een periode van 2 uur vaak het verschrikkelijke verhaal van deze activisten hoorden. En dat gebeurde meestal in een setting dat mensen daar emotioneel ongelooflijk door geraakt werden. Ik heb inmiddels verschillende gasten mogen ontmoeten. En ja, eigenlijk was een beetje de traditie ontstaan dat we keken of we ergens een keer iets konden drinken als het paste in het programma van de gasten en in mijn agenda. Nou, dan gingen we ergens heen en vertelde ik wat over de democratie, hoe dat werkt hier en hoe het is in andere landen. En nou, dat was altijd buitengewoon informatief voor mij
nuttig en gezellig. Dus volgens mij zijn er heel veel partijen bij betrokken. Er wordt er altijd gezorgd dat er ook een politieke connectie is. Dat die gasten de mogelijkheid hebben om of een keer te komen kijken bij de gemeenteraad of in gesprek te gaan met de wethouder. En wij worden uitgenodigd om ook te zijn bij bijeenkomsten. Heel bijzonder om ook hen ook te vertellen over hoe politiek bijvoorbeeld hier werkt. Hè. Dat zij ervaren dat vaak als een partij waar ze niet goed op konden vertrouwen. En het is fijn om dan juist aan te tonen hoe laagdrempelig bereikbaar ook de gemeenteraad in Nijmegen is. Ik heb als wethouder diversiteit in mijn agenda. Ik denk dat ik daarom altijd betrokken ben als er een gast hier in Nijmegen is. En samen met de burgemeester ontvang ik hem of haar dan. En dan hebben we een gesprekje en dan realiseren we ons hoe mooi het is dat we dit als Nijmegen kunnen bieden aan deze mensen. Ja, dat is ook geweldig en dat vinden alle gasten ook fantastisch als ze met de burgemeester, als ze die kunnen ontmoeten. Ik heb altijd een gesprek met een gast, een mensenrechtenstrijder gast die komt. En ik heb bij elk van hen altijd de conclusie gehad, je leert zelf ook wat. Het druk je nog eens heel hard met je neus op de harde feiten in deze wereld. Maar het optimisme, de strijdlust die mensen hebben. En soms ook de blik waarmee ze zeker na een tijdje kijken hoe wij hier leven. Positieve dingen, maar ook soms de dingen die zij zeggen, nou, wel opvallend dat hier zo gaat. Wij leren er ook wat van. En ik vind het allerbelangrijkste is dat je er geïnspireerd door kunt raken en zien van als mensen die zo veel strijd moeten leven om een menswaardig leven. En echt vaak op het leven vervolgd zijn, ook vreselijke dingen hebben meegemaakt. Als die nog het optimisme hebben om hier te komen en weer even strijdlustig of weer opgepept terug te gaan. Dan kunnen wij in dit door en door verwende land een heleboel van leren. I was a little bit worried because everybody said it will be springtime, Mary, when you come, so it's going to be lovely. De burgemeester en ik zitten dan echt, als we dat gesprek gehad hebben met zo'n gast, zitten we even zo samen van oké, weet je, laten we even stilstaan bij hoe goed wij het hebben. We hebben de LHBTI-activisten gehad, daar heb ik vanuit mijn portefeuille nu als wethouder ook mee te maken. Je denkt dan, oh, hoe bestaat het, hoe dat daar gaat in die landen, in Zimbabwe, in Oeganda, in ook dichterbij. En we realiseren ons dat niet elke dag en dat is juist heel belangrijk dat we dat wel doen. Dus zij zijn voor ons ook een soort besef om dankbaar te zijn dat we in Nederland mogen leven. Onze burgemeester spreekt uit zijn hart over mensenrechten en dat geef je ook door aan een stad. Hier kan ook heel veel. Daar ben ik ontzettend blij mee en ik denk heel veel mensen, ja. Ik weet dat Nijmegen ook vaak biedt aan mensenrechtenverdedigers. Dat ze bijvoorbeeld naar Brussel of naar Den Haag gaan, om ook daar bijvoorbeeld politieke contacten op te leggen. En ik denk dat dat maakt dat het een allround stad is die echt van alles te bieden heeft voor mensenrechtenverdedigers. Ja. Ik denk de sociale kant van Nijmegen, de bereidheid om hen te ontvangen, om kennis uit te wisselen, dat heel erg een gevoel geeft van ik heb daar echt in 3 of 4 maanden iets kunnen opbouwen en ik wil dat netwerk ook onderhouden met die mensen. Ik denk dat een aantal dingen heel specifiek voor Nijmegen spreken. 1 is natuurlijk een universiteit. 2 is dat er heel veel maatschappelijke organisaties zijn die gewoon heel makkelijk alles kunnen organiseren voor een mensenrechtenverdediger. En je ziet dat er heel veel vrijwilligers zijn in Nijmegen. Dus ik denk dat dat een van de sterkste dingen ook is in Nijmegen, dat mensenrechtenverdedigers, activisten die naar Nijmegen komen, meteen het gevoel hebben dat ze ook thuis zijn of dat ze een tweede thuis gevonden hebben. We geven aan de landelijke coördinatie altijd mee, let op, Nijmegen is de rozenstad. Nijmegen kent een hele sterke traditie van een vrouwenbeweging, de solidariteitsbeweging. En Nijmegen heeft een universiteit die zeer internationaal is in thema's. Wij weten heel goed wat zij willen, wat zij kunnen bieden. En wij kijken en matchen zeg maar, het profiel van een mensenrechtenverdediger en wat zij graag willen in de tijd dat ze worden opgevangen met de stad. The rights and the right to be different, the right to speak free and to publish, the right to gather together, and the right to earn a living. Mary die in Venezuela als journaliste de misstanden daar, met name
veroorzaakt door autoriteiten aan de kaak stelde. En zij is dus was daar heel veel mee bezig, ook hier nog, want ze zat ook op Twitter natuurlijk en haar collega's in de gaten houden. Zij vertelde mij het verhaal dat toen zij zelf niet aanwezig was door paramilitairen haar huis overvallen was. Nou, stel je voor als Nijmegenaar dat je dat gebeurt. En ook de angst die dat in haar gezin en in haar familie gebracht had. Ja, ze heeft toen heel mooi inkijkje gegeven van wat er speelt in Venezuela. En nu, als ik dingen in de krant lees, dan kijk ik daar wel weer anders naar. Die heeft ook in het vak bij mij vorig jaar bij verschillende colleges erbij gezeten. En daar heeft ze heel veel mee zitten doen in de hoofd. Zij was dat aan het beschouwen. Meer dan dat ze echt heel erg met de studenten in interactie ging. Die was heel zelfstandig. Denk ook dat voor Latijns-Amerikanen mensen de cultuurgap niet zo groot is als voor Afrikaanse mensen. En op een gegeven moment kwamen we erachter dat we dezelfde series leuk vonden. Dus dan ging ik vaak gewoon 's avonds daarheen en dan gingen we iets lekker Venezuelaans eten. En dan gewoon zo'n serie kijken en dan ben je ineens... Dan lijkt het niet alsof je ineens met een mensenrechtenverdediger uit Venezuela op de bank zit, maar gewoon met een vriendin of zo. Kiruba was degene die zelf afkomstig was van de Dalit-gemeenschap. Als advocaten voerden ze strijd tegen de onderdrukking en erkenning van de rechten van kastelozen. I'm Kiruba Munasamy from Tamil Nadu, India. I'm a lawyer practicing in the Supreme Court of India. I am a judicial and an anti-caste activist striving for social justice and equality. My primary focus is on access to justice of the marginalized community who have been discriminated by the system of caste for centuries. And my special focus is on intersectionality of caste and gender. I stayed in Nijmegen from March to May 2017. Echt een strijdbare vrouw en voor een hele grote probleem. Waar miljoenen mensen, dus voor ons als klein land, echt onvoorstelbaar dat er miljoenen mensen zijn die geen elementaire rechten hebben. En daar ging ze strijd voor voeren. I was at school where students were having human rights classes through Amnesty. And I taught them about the very international issue of caste-based discrimination, which most of them were not aware of. Kiruba is ook een heftige, strijdbare vrouw. So right now I'm in Chennai, Tamil Nadu. It is in the south of India and Chennai is the capital of the state I come from. And this is a city that gave me all kind of enlightenment. And I started my political activism and social activism here. And this is a very place where I learned human rights. This portion of the tombs you see, it is the college I studied law. This is a very high court that I started my practice. And this is where I won the landmark judgment of the transgender police appointment fees. Die woonde hier in de buurt en dan kwam ze ook langs en even koffie, even binnenwippen. My Shelter City program was more with meetings and talks. I met different people working on the area of human rights. I also visited schools, university and students. For instance, I met lawyers for lawyers. I met judges who are working in the Netherlands judiciary. I also visited Radboud University and took some classes in the law department. I also had the opportunity to address the law faculties in the Radboud University. Ik had het net over gedreven. Als iemand dat spatte natuurlijk vanaf en die kon ook heel overtuigende speeches houden. I gave my first international talk through the Shelter City program. I spoke in the Hague talks on the eve of the International Women's Day, and I also had the opportunity to address the crowd in the Women's March Nijmegen. Zij is nog een keer hier geweest toen ze hier was met een conferentie, en zij gaat door. Zij strijdt door, ja.